Zijn jullie fan van Natalia? Absoluut. Straffe madame. Ja. Straffelijk. Ah, okay. Ik ben een grote fan. Ik denk zelfs dat zij de enige is in Vlaanderen die een jaar op tournee kan gaan met Jef Neve en zwanger terugkomt. Je moet ook wel ambetant zijn in zo'n Zweedse gevangenis zitten. Dat is elke dag kutterbuller en je moet je eigen bed ineens steken. Geloven jullie in een horoscoop? Ik ben eigenlijk meer voor horos huren. Want kopen, dat is zo definitief. Amai. Ik zou toch een beetje oppassen met het niveau van uw moppen, want straks komt het door te zitten. Pizza staat. Je moet eigenlijk Ibiza uitspreken. Oeh. Ibiza. De S wordt een T. Nee. De S wordt een F, eigenlijk. Ibiza. Ah, Ibiza. Ibiza. Dan heb ik daar dus ooit nog eens syfilis. Die. Ging die soms met urine van jou? Ja, bij ons dat heeft heel lang geduurd dat we wisten dat Elodie zwanger was, omdat wij zo gewoon waren met haar sportverleden om onze urine te verwisselen. We hebben ook ooit eens een baby voor ons voordeur, dat is echt waar, ja? Voor ons voordeur gevonden 's morgens. Maar dat was een onze, we waren die vergeten binnenpakken. Ja, ja, van Jeroen? Ja, ik zet Soul Sister altijd op tijdens het vrije. Ja? Ja, ik ben er niet zo voor, maar de pollen wil dat. Heel... Wat is jullie favoriete sprookje? Kleine Zeemeermin. Terecht? Ja, je wist er veel over. Echt waar? Echt waar? Ja. Ah, ja. Jij lijkt daar ook eigenlijk een beetje op, zo, ja. Met dat rood haar en met die mossel naast. En ik jou ook. Publiek. Goed publiek, zeg je? Ja, heerlijk publiek, Erik. Dat is natuurlijk bij de slimste mensen ter wereld. Je zit stampvol. Je hebt mooie mensen, toffe mensen door elkaar. En je merkt dat ook als de mensen toekomen, dat is altijd zo. Ze zijn verheugd dat ze erbij mogen zijn. Maar dan, als ze de studio binnenkomen, voel je de stress van ja, dat is het moment dat het kan meevallen of dat kan tegenvallen. Je hebt bij ons de A-tribune en de O-tribune. En ja, je kent ze natuurlijk. Ja, dat is de A-tribune. Dat zijn dat soort de business seats eigenlijk van de mensen die chance hebben dat ze ganse avond naar uw schoonste kant mogen kijken. En naar onze schoonste kant. Ja, absoluut. Ja, die achter ons, dat is de O-tribune, dat is de O-site. Dat zijn allemaal supporters van Anderlecht. Dat zijn mensen die het niet erg vinden om de ganse avond naar een hoop miserie te kijken. Ik heb nog een goede mop over vliegtuig. Ja? Iedereen stapt in het vliegtuig en die piloot zegt: good evening, ladies and gentlemen. My name is Cursor Bela. I'm your captain for today. We're going to fly to Copenhagen. The flight will take approximately 1 hour and 35 seconds. Fasten your seatbelt and here we go. En die vergeet zijn micro af te zetten. En die zegt: ik ga eerst mijn bokers opeten en dan ga ik die blonde stewardess goed pakken. Maar dat staat nog op op die micro. Dus die blonde stewardess die begint te lopen en die valt over een chakos van een bomma. En die bomma zegt: je moet je niet haasten, hij gaat eerst zijn bokers nog opeten. Zo, heb jij een kat? Ik heb een kat. Allee, het is te zeggen, mijn dochter heeft een kat. Ja? En ja, wij leven samen. Ah, okay. Hij is er kwaad op, want zijn kat heeft zijn buren overrijden. En hoe heet de kat? Kiwi. Kiwi? Ja. Oh. Ja. Ik heb een vriend die daar denkt, die heeft een koe die Kiwi heet. Serieus? Lavash Kiwi. Amai. Nee, ga jij een gender reveal party doen, Natalia? Ja, een party, nou niet, maar ik denk wel dat we dat momentje gaan houden zo, voor de fans. Dat weet ik nog nu. Over de fans. Ja, zo, dat is leuk. Hè. De mensen zijn er zo wel wat mee bezig. Voel dat wel. Ja. En dan denk ik dat dat plezant is dat je denk ik ook wel. Er wat op inspeelt. Nee, dat is waar. Maar je weet nog niet wanneer? Ja. Wanneer? Nee. Nee, nee, want dan laat ik gewoon alles vrij. Vrij houden. Nee. Sven, wanneer is jouw gender reveal party? Straks na de opname en ik denk dat we u gaan kunnen gebruiken als piñata. Leuke man. Ja. Zeer komisch. Huh? Zeer fijne man. Ja. Ook fantastisch acteur, vind ik. Ja? En wat vond je van sterkste acteerprestatie? In de dag was het veel dramatischer dan natuurlijk dan in Beveringen. Maar ik, vond... maar ik speel alles. Ja. Ja. Ik vond persoonlijk het sterkste wat ik ooit van u gezien heb, was daar juist als ze zei dat mijn slimste mens ging winnen. Ja. 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 Ik vond het goed als ik de Sven zag zitten. Ik dacht dat Natalia al bevallen was. Ja.
Je bent wel slim, maar dat is toch een serieuze studie, denk ik. Ik heb lang gestudeerd, maar ik weet niet of je daar per se heel slim voor moet zijn. Het is iets anders dan wat natuurlijk de kennis is. Ja, ja, dat is waar. Ja. Ja, ja. Hoe lang heb je dan gestudeerd? 7 jaar. 7 jaar. Amai. Ja. Lang, 7 jaar. Ja, dat is lang. Ja. Dus, maar je begint, dat is niet meteen seksuoloog. Je glijdt langzaam in de studie, zeg maar, van seksuoloog. Nee, maar van seksuoloog. Had jij het verwacht van Philippe dat hij zo sterk zou zijn? Nou ja, ja. Hij is natuurlijk niet achterlijk. Nee, toch? Ja, dat vind ik wel. Ja, nee, maar... Dat is een compliment. Dank je. Ja, ja, maar... Ja. Ik wou het ook net zeggen. Allee, hoeveel keer ga je dat vragen? Ja. Serieus? Mark-Marie, jij ervaring met leeftijdsverschil? Nee, nee, ja, mijn man is 6 jaar jonger, maar dat vind ik niet echt. Nee, vind ik echt. En jij? Ben je... Ja, maar ja, dat kan ik niet zo over zeggen. Maar, Kan je niet zo over zeggen? Ze is nog geen 16. Is er een speciaal... Dat je zegt van, ja, kun je beter dan doen of dan... Nee, dat is een beetje van iedereen verschillen. Hè. Je hebt er die liever 's avonds zou doen of liever 's morgens zou doen. Maar ik vind het wel belangrijk dat je er rekening mee houdt. Waarmee? In je agenda. Dat je het inplant. Jawel, ja, anders komen we er soms niet meer voor. Hey, thuis, hè? Ja. Jullie leggen de agendas naast elkaar? Ja, en dan zien wij dan woensdagavond. Daar zit ik aan. Ben jij wel eens in Center Parks geweest? Ja, ik ben 1 keer geweest. Mijn zus zat daar met haar gezin, zeg maar. Maar wij moesten betalen om het park op te komen. Dat is dus met de auto? Nee, niks met de auto. We hadden de auto buiten gezet en toen kwamen we bij de balie. En toen zei ik, ik zoek het huis van Huibrechts. En toen ging die vrouw gaan kijken en zegt, ja, er zit een huisje 217 of zoiets. Ja. En toen liep ik naartoe en zei ze, oh, wacht eventjes. Dat is dan 2,50 per persoon. Zegt 2,50 per persoon. Zeg, we komen niet zwemmen of zo. Zegt ze, nee, dat zou duurder zijn. En toen, nou ja, en zeg maar, we komen hier eten. Toen zegt ze, nou, als u straks terugkomt met de bon van het eten, dan krijgt u 2,50 per persoon terug. Ja. Dus wij gingen eten. En was ik de bon nog vergeten, ik helemaal terug voor die bon. Want ik gunde ze gewoon, die 2,50 is helemaal niet erg, maar ik gunde ze het gewoon niet. Dus ik denk, in ieder geval het geld terugvragen. Dus ik had voor 3 mensen 7,50. En ik kom bij die kassa, diezelfde vrouw die zegt, oeh, 10 uur is de kassa dicht. Dus zo'n leuke centerpaar. Ja. Margriet, ik ben zo blij met uw lach. Oh, liever uit. Ja, maar ja, zij lacht toch ongelooflijk leuk. En dan gaat het niet over mijn lach, waar ik me toch... Ja, ik schaam me toch een klein beetje voor mijn lach. Jij schaamt je voor jouw lach? Ja, als ik mezelf op televisie zie, ik zie mijn lach. Ja, ik is soms maar alleen plaats. Voor de lach? Jij weet zoveel. Als het maar met beesten is. Ja, okay. Nee. Maar jij bent dus een dierenfan. Ja, een beetje afgezwakt nu wel. Want ja, ik vind je moet heel goed zijn. En ik wil goed weten wat je doet als je een dier in huis neemt. Want dat heb je voor jaren, hè? Ja, ja, daar kan ik niks aan doen. Ja, maar nee, mijn liefde is een klein beetje verminderd. Maar met een dier had je spijt van bijvoorbeeld dat je een huis hebt gehad? Wat heb je in huis gehad dat je denkt, nou, dat had ik achteraf had ik dat niet moeten doen? Een paard. Een paard? Ja, ja in huis. In huis? In de gang, in de gang. Nee, maar ik heb... Een paard in de gang? Maar een paard. Maar ik heb ooit een paard gekregen van iemand die dacht van mij daar een plezier mee te doen, maar dat was... Maar wie geeft nou iemand een paard? Ja, dat vind ik ook. En hoe heet het paard? Rapas. Rapas? Dat was een Frans ras. Ja. Een onmogelijk beest. Oké. Okay. Ik weet niet waarom, Erik, maar die doet mij aan die mannetjes van de Muppet Show. Ben je blij dat je met Mark-Marie zit? Ja. Ja? Ja. Wel, ik heb best tijd hem niet gezien. Nee, ja. Ja. Er is niet veel veranderd, maar er is wel wat veranderd. Ja. Wat is er veranderd? Ze heeft hier... Hier wilde jij iets van mij, lieve. Een ring in haar tanden. Nee, niet in mijn tanden. In dat dingetje. Daarvoor? Dat lelletje, ja. Ja. Ik zal eerlijk zeggen, ik zag haar boven. Toen lacht hij zo'n beetje zo half. En toen dacht ik, oeh, ze heeft parodontitis, dacht ik. Het gaat niet goed. Ze heeft ontstoken tandvlees, dacht ik. Dus ik durfde niet te zeggen van, goh... Want je zegt niet tegen iemand, goh, heb je ontstoken tandvlees? Dat zeg je niet zo makkelijk. Maar toen later bleek dat het juist voor de schoonheid was. Kom, niet zo, dat is allemaal zo speciaal, niet zo, hè? Nou ja, je vraagt er ook een beetje om, hè? Ja. Ja. Het is
Het is niet van, oh, ik heb iets op mijn tanden, maar niet naar vragen. Nee, en dus ik denk altijd, als je dan een kroket eet, dan gaat er allemaal tussenin zitten. Maar zij zegt dat ze zo niet eet, zegt ze. Nee, ik steek mijn eten tussen deze twee. Waarom denk je dat wij hier altijd puree serveren? Omdat een Erik niet goed kan kauwen. Mark-Marie? Nou, Tilburg heeft de grootste kermis van de Benelux. Is dat zo? Dat is zeker zo. En ja, dat zou ik het niet zeggen. Maar ik ben een keer naar de Waarzegger geweest. Toen ik jong was, zeg maar, was ik een jaar of 16. Maar toen leek ik, was ook echt heel erg op een meisje. Ik had lang wit haar en zo. En er was een waarzegster. Dus ik ging naar die waarzegster toe. Echt serieus gebeurd. Ja. En ik geef zo mijn hand, zegt ze, je zult 3 kinderen baren, zei ze. Nou, dat was geen goede waarzegster. Het waren er maar 2, hè. Wat is bij jou stress op het werk eigenlijk? De hoge werkdruk ook. Serieus? Ja, ja, maar ik vind dat wel fijn ook om te hebben. Ik ben wel iemand die veel hooi op zijn vork wil nemen. Dan kan ik echt wel presteren, maar het nadeel daarvan is dat ik dan te laat op mijn rem ga staan. Ah, oké. Okay. Ja. Zie je 1-op-1 mensen of koppels? 1-op-1 of koppels. Ja, oh, beide. Of gezinsleden die erbij komen, kan ook. Gezinsleden die erbij komen? Ja, bijvoorbeeld kinderen, broers, zussen, ouders, kan ook. Ja. Ik weet niet hoe het in België werkt, maar wij hebben niet veel seks met heel de familie. Nee, maar goed, wat alles, als jullie het leuk vinden, prima. Nee, ik ben ook psychologe. Je bent een psychologe? Ik ben psycholoog en seksuoloog. Ik dacht je alleen maar seksuoloog nee, was. Nee, nee. Oh, okay. Maar ik heb nu een boek gekregen, even reclame maken, nu echt wel van Nele Kolle. Ja. En die heet JOMO. Dat is van FOMO, Fear of Missing Out. Ja. JOMO, The Joy of Missing Out. Ja. Top. Top. Ik ben aan het beginnen lezen. Ik dacht, dat gaat over mij. Dat is gewoon, ik heb het licht gezien. Heel uw leven veranderd door dat te lezen. Ja. Gefeliciteerd ermee. Dank je. Maar... dat moet je.